We hebben in principe akkoord bereikt met het ministerie dat de compensatie van 1,62 naar 2,25 gulden gaat, 2 SAD en 25. Dat is voorlopig akkoord gegaan. Er is ook akkoord gegaan dat wij alleen tot en met eind juni dit gaan uitbetalen en daarna gaan we praten over een tarief, eventueel met een combinatie van een compensatie. Ivory, let voor je betaling 30 juni, we kiezen een zogenaamde verhoging van olie, zogenaamde oliecompensatie, let voor de mijn beker bekend in de media, die 63 cent per liter, 30 juni. Nu is het dollarkoers 7 SAD op het zwarte markt. Hoe staat het als het, ik klop het af. Ik betaal door de IT-gelang aan die gulden vakken. Dan zijn wij als besthouder weer in diezelfde zinkende schip. Ik ben niet eens met 63 cent per liter, want ik kom niet uit. Manny, iedereen is tevreden met die 63 cent verhoging op die brandstofcompensatie? Nee, we kunnen niet iedereen tevreden stellen, maar ik denk dat wij dus naartoe werken tot eind juni. De ruimte is er. Het moet een gedegen calculatie zijn, goed onderzocht zijn en we gaan ook rekening houden met de koersschommelingen. Al die dingen die u nu zegt, het is niet van vandaag dat die 1,25 wordt gereden. Het is al 9 jaren. Waar was u al die jaren? En dan hoef je weer op binnen. Nou, mijn jaripa, ben je daar? Omdat je mij accommodeert, voor praten aan compensatie, dan je nog bent niks. Het is vrij duidelijk voor het overgrote deel dat u een oplichter bent. Hey, meneer. Gaat u weg. Nee, je bent dronken, jongen. Ga weg. Ja. Heren, laat het niet uit de hand lopen. Heren. Heren, ik heb een verzoek aan jullie. Heren, we gaan de politie even moeten inschakelen om de zaak te rusten. Er is eerder op de avond een gevecht uitgebroken. Aanleiding was actiegroep. Kijk, iedereen mag. Iedereen mag vergaderen. Alleen blijft u correct. Kom niet een vergadering verstoren, want dat is gebeurd hier. Die man begon persoonlijk te worden. En dat vonden die heren niet goed, want dan kom je een vergadering verstoren. Doe dat ergens anders, maar doe het niet op een vergadering van de PLO. Als u wil het verstoren, moet u niet komen. Het is niet goed. Ik denk dat u dan in de toekomst meer gaat moeten praten, communiceren met het veld. Maar wat ik dan weer voorstellen in de toekomst, voordat u naar de minister gaat, roep de meerderheid en vraag wat ze willen hebben, wat er voor ze gedaan kan worden. Want als u met een groep gaat, zonder mee te nemen wat er eigenlijk in het veld gebeurt, dan ga je dat krijgen. En dat gebeurt nu. Get up and wear the fabric.